waarom ik bedenk om dit weer 's avonds te gaan filmen, dat weet ik ook niet. Oh my god, ik moet hier aan wennen. Oké. Hey, ik ben terug op jullie beeldscherm. En ik moet even wennen aan het feit dat ik weer tegen een camera aanpraat. Goed, ik ben terug na, ik denk, 1,5 jaar niet geüpload te hebben. En ik was vanavond thuis. En ik was zelf vlogs aan het kijken. En toen dacht ik, maar eigenlijk mis ik dit best wel. En eigenlijk wil ik gewoon weer terug video's maken. Dus nu ben ik hier, heel spontaan, niet voorbereid, met een vlog voor jullie. Ik weet niet zo goed waar ik moet beginnen. Ik ben langer dan 1 jaar geleden gestopt met YouTube. Eigenlijk zonder het aan te kondigen. Maar ik was gewoon mijn energie ervoor kwijt. Mijn lol was ik ervoor kwijt. Ik legde mezelf veel te veel pressure op. En op dat moment was ik volgens mij nog bezig met afstuderen. Dus zat ik nog op school. En eigenlijk lag daar mijn focus vooral op audities doen, afstuderen en mijn eindexamen halen. En nu ben ik, ja, letterlijk 1,5 jaar verder, denk ik. En heb ik 1 jaar lang mijn droom geleefd. Want ik heb, letterlijk en figuurlijk, ik heb 1 jaar lang in Les Miserables gespeeld afgelopen jaar. En daar had ik niet de behoefte om te gaan vloggen, want dat vind ik lastig. Ten eerste geen tijd voor, want mijn hele leven bestond uit spelen. Ik weet ook niet hoe ik dat ooit nu in deze vlog kort allemaal kan vertellen hoe dat was. Misschien dat ik daar later nog een uitgebreide video over kan maken als jullie dat leuk vinden. Maar ik denk als ik dat nu ga doen, dan is deze video over 40 minuten nog niet klaar. Maar ik heb een fantastisch jaar gehad en dat is nu 2 weken voorbij. En dan val je natuurlijk best wel een beetje in een zwart gat, want dan heb je opeens niks meer. Toen ging ik bij mezelf na van, wat wil ik nu? En ik ben eigenlijk gewoon op zoek naar iets waar ik weer plezier in kan maken. En toen dacht ik, waarom ga ik niet weer terug vloggen? Dus, hier ben ik. En ik moet een beetje wennen. Ik zit ook dit aan mijn haar en ik doe rare dingen. Maar goed, I'm back. En ik hoop dat jullie dat leuk vinden. Er is heel veel veranderd in mijn leven in 1,5 jaar. En dat ga ik ook niet allemaal kunnen vertellen in deze vlog. En het lijkt me ook gewoon leuk om weer meer video's te maken. Waardoor ik dat nu ook niet in 1 video hoef te vertellen. Ik wil gewoon weer terug zijn op jullie beeldscherm. En voor mezelf een beetje plezier maken met het vloggen. Daarin wil ik dus ook zeggen dat ik mezelf niks ga opleggen. Ik ga niet beloven nu dat ik elke week upload. Ik ga niet dingen vastleggen voor mezelf. Dan van dit moet het zijn. En ik moet elke dag vloggen. En ik moet elke dag iets laten zien. Want ik wil dit juist weer beginnen om weer een beetje mijn plezier erin terug te vinden. Want die was ik een beetje kwijt. En die wil ik heel graag terug. Dus ik wil gewoon vloggen wanneer ik daar zin in heb. En dingen laten zien aan jullie wat ik wil laten zien. En gewoon no pressure voor mezelf. En ik denk ook dat jullie dan de leukste video's krijgen. Ik ben in ieder geval heel excited. Ik hoop jullie ook. En ja, wat ik nu ga doen. Het is nu dinsdag 19:30 s'avonds. En ik ga mijn nagels weer even doen. Ik heb voor kerst een pink gel lak setje gekregen van mijn vriendje. Want dat is inmiddels ook gebeurd na 1,5 jaar. En nu doe ik eigenlijk mijn eigen nagels. Maar die vorige waren er al af. Dus nu moet ik weer even nieuw maken. En daar heb ik heel erg veel zin in, want ik heb even me-time nodig. Dus dat ga ik nu doen. Ik ben er nu ook achter dat mijn instellingen gewoon niet goed stonden. Want dit is veel beter beeld en lichter. Maar dat is nu een beetje te laat. Ik heb nu dat hele intro al gedaan, maar zo moest ik hem dus hebben. Let even niet op de troep erachter. Ik moet echt nog steeds heel veel opruimen in deze kamer. Maar ik heb nu dus net dit IKEA-karretje nieuw. En ik had deze al als nachtkastje. Maar ik heb er nu nog eentje en nu heb ik mijn hele nagelsetup hierin gemaakt. En ik ben er echt mega blij mee. Dit is zo fijn. Gewoon lekker opgeruimd, overzichtelijk. Ik ben er helemaal blij mee. Heerlijk. Ik had vandaag namelijk ook een auditie. Ik ga trouwens
in de vlogs niet de audities allemaal benoemen waar ik auditie voor doe. Maar ik had vandaag weer een auditie en ik heb daar lekker moeten dansen. Dus het was even heerlijk om eindelijk even te douchen. En zometeen komt Daan naar mij toe. Dat is mijn vriendje. En dan gaan we denk ik gewoon lekker chillen en naar bed. Want het is nu 10 uur of zo. Dus dat valt nog mee. Maar ik ben echt heel moe. En ik heb ook het gevoel dat ik een beetje ziek ga worden. Dus we gaan denk ik gewoon even lekker chillen zometeen. Oh, ik zie er echt heel verwilderd uit. Maar dat komt omdat ik eigenlijk me niet zo heel erg lekker voel. Ik lig ook lekker in mijn bed nu. Ik lig eigenlijk al de hele middag een beetje op mijn laptop dingetjes te doen. Lekker warm in mijn bedje. Dit zat er gewoon echt al heel erg lang aan te komen. Ik ben al echt al heel erg lang aan het doorgaan, aan het doorgaan, aan het doorgaan, aan het doorgaan. En ik ben zo de afgelopen maanden wel een paar keer zo bijna ziek geworden, maar dan zetten het nooit door. En nu denk ik echt dat mijn lichaam denkt, het is klaar, je hebt rust. Gooi het er maar uit. Dus ik voel me echt helemaal niet lekker. Ik denk gewoon dat ik heel erg verkouden ga worden. Ik voel echt zo'n slijmpje hier zitten en ik moet dit hoesten. En ik voel me gewoon echt niet lekker. Maar goed, dus ik ben gewoon even lekker aan het chillen. Ik had vanochtend een afspraak. Ik moest helemaal in de wind fietsen met tegenwind. En daar hou ik echt niet van. Maar ja, ik ben nu alweer een tijdje thuis. En ik ga nu lekker nog even YouTube kijken. Misschien zometeen deze video alvast editen. En straks komt Daan hier weer naartoe. En dan gaan we samen eten. En dan blijft hij hier slapen. En morgen weer een drukke dag. Goed, een paar dagen later, but I'm back. Ik ben even bezig met mijn haar in de haarolie te doen. Dat is mijn, deze gebruik ik daarvoor. Dat is mijn pre-wash routine voor 1 of 2 keer in de week. Het laatste wat ik jullie heb gesproken is volgens mij dat ik me niet lekker voelde. Dat ik heel moe was en zo. Nou, dat heeft inderdaad ook een beetje doorgezet. Ik ben een beetje verkouden geworden. Afgelopen dagen heel veel verschillende dingen nog wel gedaan. En ik heb het allemaal niet vastgelegd. Ik dacht, ik ga gewoon ietsje later weer even verder met deze vlog. Wanneer ik weer even voel van, oh ja, ik ben er weer. En dat is vandaag. Ik heb vanavond een première van Kraai en Kroon, theatervoorstelling. En daar heb ik heel veel zin in. Ik ben nu dus even lekker mijn haar aan het oliën. Ik had dit als aanrader gekregen via iemand van de Kap en Grim van Les Miserables. Het schijnt heel goed te zijn voor je haar, dat je haar sneller groeit en bla bla bla. Maar ik doe het nu denk ik ongeveer 2 maandjes. En ja, ik weet niet of het echt waar is dat mijn haar sneller groeit. Want mijn haar groeit sowieso snel. Maar als je naar mijn uitgroei kijkt, dan ja, het gaat wel snel. Maar hoe ik hierbij was gekomen is, ik had gewoon een tijdje, omdat ik moest natuurlijk elke dag mijn haar onder een pruik dragen. En ik merkte gewoon op een gegeven moment dat mijn haar gewoon steeds meer ging uitvallen en niet meer echt shinede. En het ging gewoon helemaal niet goed met mijn haar. En nu heb ik dus een hele nieuwe haarroutine ontwikkeld. Ik denk dat ik daar binnenkort op TikTok een hele video over ga plaatsen. En nu wordt mijn haar echt weer veel sterker en beter. En ja, ik ga binnenkort mijn haar ook verven. Ik ga iets minder blond. Wat wel een beetje pijn doet aan mijn hart. Want ik hou heel erg van blond zijn. Maar ik merk gewoon dat ik het zo vervelend vind dat mijn haar. Kijk, ik heb gewoon heel donker haar van mezelf. En wanneer dat uitgroeit, ik moet het gewoon om de zoveel maanden verven. En dat kost gewoon veel geld. Dus ik wil ook gewoon weer iets meer richting mijn eigen haarkleur. Zodat het ook wat gezonder weer kan worden. Ik blijf wel blond, maar echt een stuk minder. Ik wil lowlights erin gaan zetten. En iets warmere haarkleur, denk ik, krijgen. Wel heel spannend. Ik ga dat binnenkort doen. Ik heb gisteren al mijn kapster een bericht gestuurd om een afspraak te maken. Dus het gaat niet lang meer duren voordat dat gebeurt. Maar ik ben ook wel ready voor even iets nieuws. Ik ben nu al zo lang blond, zeg maar echt dat blond. Dat ik denk, ja, het is ook wel eens goed om weer even wat anders te doen.
Dus dat. Nou goed, ik ben nu dus even lekker deze olie aan het inmasseren. Dat laat ik 2 uur intrekken. Dus dan loop ik 2 uur lang met een vette kop. Maar dat geeft niet. Ik ben toch thuis. Ik moet wasjes doen. Ik moet een beetje opruimen. Ik moet mijn outfit voor vanavond zoeken. En even een opruimchill dagje thuis. Dat had ik wel even nodig. Ik heb ook heel lang geslapen. Het is namelijk momenteel 11:15. En ik werd echt om 11 uur wakker of zo. En toen heb ik echt nog tot 11:45 in mijn bed gelegen. Dus luie dag. Maar that's fine. Oké, nu mijn olie erin zit, dacht ik. Ik ga jullie nog heel even vertellen hoe het nou nu eigenlijk echt met me gaat. Zo na een jaar lang in Les Miserables. Want ik denk dat wel interessant is om eventjes te benoemen. Nou, ik heb natuurlijk een jaar lang in een hele grote productie gestaan waar ik door heel Nederland en België heb getoerd. Waarin we 8 shows in de week speelden. Het meest geweldige wat ik ooit heb meegemaakt. En tegelijkertijd ook, denk ik, het meest intense wat ik ooit heb meegemaakt tot nu toe. Ik heb er zo ontzettend van genoten. Maar het is ook echt wel oké dat het nu klaar is. Want ik was ook af en toe wel echt heel erg moe. En ja, het is gewoon best pittig om een show van 3 uur, 8 uur, 8 keer in de week op te voeren. In het weekend, op zaterdag en zondag 2. Zeg maar, daar heb ik me op zich nog best wel een beetje op verkeken. Maar goed, ik ben mega blij dat ik het heb meegemaakt. Ik had het echt absoluut niet willen missen. En ik wil het ook absoluut nog een keer meemaken in mijn leven. Want ik heb er zeker niet genoeg van gekregen. Maar ja, dan val je een beetje daarna in een zwart gat. Want nu heb ik geen werk. Moet ik opeens weer gaan kijken wat ik dan nu ga doen met mijn leven. Vandaar ook waarschijnlijk de interesse om weer YouTube-video's te gaan maken. Omdat ik daar gewoon nu weer tijd voor heb, zeg maar. Ik weet gewoon niet wat ik moet doen. Dus het is gewoon heel fijn om hier nu mee bezig te kunnen zijn. Ja, ik ben dus eigenlijk nog een beetje op zoek naar een baantje. En ik ben ook nog audities aan het doen. Maar er is gewoon voor nu even niks. Alles gaat eigenlijk een beetje pas van volgend seizoen weer spelen. Dus ik zit sowieso best wel even zonder werk wat ik echt wil, zeg maar, in het theater staan. Daar heb ik het wel soms best moeilijk mee. Want ik wil dat natuurlijk wel heel erg graag. Alleen het gaat nu gewoon even niet. Ja, ik ga wel een beetje met ups en downs nu. Ik heb best wel veel stress over werk. En ja, dat is wel een beetje de keerzijde van het vak wat ik heb gekozen. Omdat je gewoon niet per se van het een naar het andere springt. Het kan, maar het is niet vanzelfsprekend. Dus ik heb nu een jaar lang iets gedaan wat ik geweldig vond. En nu heb ik weer niks. Dus dat is gewoon even gek. Maar ja, dat werkt zo. Dat hoort zo. Dat hoort erbij. En er komt wel weer wat. Daar ben ik wel van overtuigd. Er komt wel weer iets op mijn pad waar ik in pas en wat het helemaal is. Maar ja, dat is nu wel eens moeilijk. Dus ja, dat is een beetje hoe mijn leven nu is. Beetje aan het zoeken naar wat ik ga doen. En ja. Maar het is ook wel even goed om nu even rust te nemen. Na zo lang hard werken. En dat ben ik ook zeker aan het doen. Ik ben lekker tijd voor mezelf aan het nemen. En veel bij mijn vriend. Leuke dingen doen. Dus dat is heel fijn. Goedemorgen, het is de dag na de première. Ik ben bij mijn vriendje thuis, maar hij is zelf weg, want hij moest werken. Het was wel echt een hele leuke avond. Ik vond de voorstelling echt superleuk. Het was dus van Johnny Kraaikamp en Zoë Kroon. En ik heb heel erg hard gelachen. Dat heb ik echt al een lange tijd niet meegemaakt, dat ik met tranen in mijn ogen ergens zat, omdat ik zo moest lachen. En na de voorstelling zo gezellig nog staan borrelen. En ja, het was gewoon echt een hele leuke avond. Nu ga ik even een ontbijtje maken en ik moet zo meteen weg. Want dan moet ik naar de tandarts. Moet ook gebeuren. Bij mijn moeder thuis. Dus ik ga vandaag even lekker een dagje naar mama toe. Mama is aan het werk, maar vanavond even samen eten. Ik ben echt ontzettend moe. Ik heb gisteren ook voor het eerst in tijden weer eens wijn gedronken. Ik heb niet echt een kater hoor, maar gewoon dat ik denk, oh ja, dat voel ik. Maar ja, ik dacht,
Volgens mij is deze vlog inmiddels ook wel lang genoeg geworden. En volgens mij heb ik wel een beetje soort van de eerste vlog alle updates gegeven die ik moest geven. En dan ga ik nu deze vlog afsluiten en dan kom ik gewoon snel weer bij jullie terug. Zoals ik al eerder in deze video zei, ik weet nog niet precies hoeveel ik ga uploaden, hoe vaak ik ga vloggen. En of ik elke dag ga vloggen of gewoon af en toe een dag en dat samenvoeg. Dat moet ik allemaal nog maar even zien. Ik wil de druk allemaal niet te hoog leggen. Maar ik hoop in ieder geval dat jullie het leuk vinden dat ik weer een beetje terug ben op jullie beeldscherm. Doe vooral een duimpje omhoog. Laat een leuke reactie achter, want ik ben heel erg benieuwd wat jullie ervan vinden dat ik weer ga vloggen. Of jullie überhaupt op mij zitten te wachten. En dan zie ik jullie heel graag bij een volgende video. Doei doei!